Een druk bezochte nieuwjaarsreceptie was het met een beter geluid, want er klonk veel minder galm in de burgzaal dan vroeger. Burgemeester Den Oudste gaf in zijn toespraak aan dat er altijd een meelevende overheid moet zijn om mensen in nood te helpen, zoals mensen die dakloos zijn of alles kwijt zijn geraakt. Volgens Den Oudste wordt de samenleving steeds complexer. Veel mensen worden daar niet gelukkiger van. Een groeiende groep mensen klopt aan bij de hulpverlening, wat meer kosten betekent voor de maatschappij. Samenwerking met organisaties als kerken, de voedselbank en sportverenigingen is volgens Den Oudste nodig om mensen in nood zoveel mogelijk te helpen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie proosten veel mensen op het nieuwe jaar. Wat is uw wens voor 2014? Nou, dat de inwoners van Enschede nog beter het afval gaan scheiden dan ze nu al doen. Bert, wat is jouw wens voor 2014? Mijn wens voor 2014? Ja, dat de economie van Enschede weer omhoog krabbelt. Wat is uw wens voor 2014? Een maatschappij waarin wij gaan werken aan solidariteit. En waar het woord participatie wat mij betreft wel mag vallen. Maar waar het niet een automatisme moet zijn dat wij alle taken van het Rijk over gaan nemen. En dat wij goed voor elkaar blijven zorgen in een stad die dat echt nodig heeft. Wat is uw wens voor 2014? Ik heb dat de burgemeester al toegezegd, in ieder geval voor hemzelf en zijn naasten een gezond en bijzonder gelukkig 2014. Dan voor de gemeente Enschede al die dingen, die moeilijke dingen die eraan zitten komen, op een goede manier op te lossen. En de derde hoop die ik heb uitgesproken is te kijken dat we de Twentse schaal eens wat op een hoger niveau kunnen krijgen. Den Oudsten reageerde in zijn toespraak ook op de kritiek die oud-burgemeester Mans heeft op gemeenteraadsleden. Mans zei zondag in Nieuwsuur dat veel gemeenteraadsleden volgens hem kwalitatief tekortschieten en dat ze vooral met zichzelf en met procedures bezig zijn. Den Oudsten is het met deze kritiek volstrekt oneens. Hij neemt afstand van de woorden van zijn voorganger. Ook veel raadsleden en kandidaatraadsleden lieten tijdens de receptie weten zich niet te herkennen in de uitlatingen van Mans. Ik heb u net een paar cijfers genoemd en als je kijkt wat er in de afgelopen 4 jaar aan transitie is bereikt, aan bezuinigingsoperaties is besloten, aan nieuwe koersen is vastgesteld, dan is er een enorme verantwoordelijkheid die deze raad genomen heeft. We hebben een zeer toegewijde, uitstekend opgeleide en goed contacthoudende met de bevolkingraad. En het is eigenlijk gek dat mensen, als je dat hele pakket zo bekijkt, dan op zichzelf zeggen dat wij een raad hebben van onvoldoende niveau. Ik ben er absoluut niet mee eens.